De VHP wil ieder betrekken bij de ontwikkeling van het land. Wij hebben elkaar nodig om de beoogde resultaten te bereiken. Dit benadrukt VHP-voorzitter Chandrika Prasad Santokhi vandaag op de Nationale Verbroederingsconferentie van zijn partij. Deze speciale bijeenkomst was ter herdenking van de geboortedag van Jagannath Lachman, oprichter en eerste voorzitter van de Oranje Partij. Het doel was leiders van politieke partijen en andere functionele organisaties bij elkaar te brengen om te praten over de verdere ontwikkeling van het land. Santokhi meent dat de verbroederingspolitiek als nalatenschap van Lachman zeer belangrijk is voor Suriname. Hij stelt daarom voor dat 21 september tot Dag van Nationale Eenheid wordt uitgeroepen door de regering. De politicus heeft daarnaast ook andere voorstellen gepresenteerd. De proclamatie van de Dag van Nationale Eenheid, of zo u wilt, een Dag van Surinamers, waarbij onze culturele rijkdom massaal en nationaal vieren, het resultaat van verbroedering met eenheid te demonstreren op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. Laat het voorbeeld zijn voor de regio en de wereld, dat een bevolking, ongeacht achtergrond, cultuur, taal en erfenis, tolerant kan zijn en elkaar kan omhelzen als mens, als Suriname. 2. Het opzetten van een nationaal museum voor de Surinaamse politiek en cultuur als inspiratieplaats om te bezinnen en te leren. En tenslotte, het creëren van een nationaal heldenpark. Het creëren van een nationale heldenpark. Ja, wij Surinamers hebben veel helden. We hebben veel helden. Per district als een recreatieoord voor de bevolking. Maar voornamelijk om ons allen te herinneren aan hetgeen door onze voorgangers is gedaan, opgeofferd om vandaag vrij en met opgeheven hoofd in het land te wonen en te werken. Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland is het niet correct dat Lachman de grondlegger is van de verbroederingspolitiek. Hij wijst erop dat andere politici onder wie Johan Pengel van de NPS ook een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit proces. De indruk is dat Lachman de grondlegger is van de gedachte voor samengang van diverse bevolkingsgroepen in ons land, zoals de afgelopen dagen naar voren kwam, is niet correct. Het is een activiteit van beide leiders geweest, met ondersteuning van andere leiders, zoals de voorzitter van de VHP net genoemd heeft. De twee leiders echter hadden elkaar nodig en ze hadden elkaar ook iets te bieden. Lachman had voor het verwerven van de regeermacht een Creoolse partner nodig, die hem moest helpen het onbillijke kiessysteem, het kiesstelsel in 1948, gewijzigd te krijgen en om via de regeermacht de maatschappelijke achterstand van zijn bevolkingsgroep in te lopen. Pengel had Lachman nodig voor de versteviging van zijn positie binnen de NPS en de staat, waardoor hij zijn doelen voor Suriname kan realiseren. In die dagen hadden vooral de blanken en de blatten het voor het zeggen en gedurende onder andere de ronde tafelconferenties merkten Pengel en Lachman hun achtergestelde positie binnen het staatsbestel. Zij besloten dus om nauw samen te werken om deze situatie het hoofd te kunnen bieden en de regeermacht te verwerven. NPS-voorzitter Gregory Rusland vandaag tijdens de Nationale Verbroederingsconferentie van de VHP. De bijeenkomst is gehouden in het Lalaroek-gebouw.